de 50 graven voor geen klaar. Nee, die doen nog heel veel relatie over, heel veel geld. Dus, ja. Ja, die is er eigenlijk nog best wel flink uitgekomen. Heeft geen relatiepunt in. En eigenlijk heeft hij nauwelijks keuzes te maken. Nee, klopt. Nee, dat zei ik net. Het is voor de uitvoering is het vrij. Ja. Maar in dit spel, die laatste fase, zou daar eigenlijk nog iets bij kunnen wat in de praktijk wel gebeurt, maar wat inderdaad nu in het spel niet zo gesimuleerd wordt? Waar wij wel eens op hameren, had ik ook voor mij in het begin gezegd, is dat wij graag als feitelijk graver graag willen betrokken worden bij de werkvoorbereiding. Ja. Dus misschien zou je daar nog wat in kunnen doen in een spel. Dat je wordt meegenomen in de wijze van werken, wat voor machines er worden gebruikt, allemaal dat soort zaken. Maar praktische zaken, misschien dat je dan een beetje nog een keer een terugslag kan maken naar de plaats.